Nou, welkom op deze ongelooflijk prachtige lentedag. Beter hadden we niet kunnen wensen. En op deze mooie plek. Dan wilde ik beginnen met de productie die ook als eerste uitkomt volgend seizoen. Dolfje Weerwolfje is een van de karakters die Paul van Loon schrijft. Maar hij heeft ook boeken met Fuchsia, het mini-heksje. En dat zijn ook hele lieve sprookjesachtige verhalen. En dan heeft hij één boekje geschreven. En dan komen die twee karaktertjes samen. Ja, we hebben dus Dolfje Weerwolfje eerder gemaakt, een aantal jaar geleden. En dan, het is een ontzettend groot succes. Je ziet kinderen dat zo leuk vinden, die boeken die bestaan al lang en kennen ze kunnen meedoen, mee zingen, wolven, huilen. Ik ben Wim Ponsin, ik speel voor de tweede keer in een dolfje ook, net zoals Bente. Ik denk dat ik toch maar weer opa Weerwolf ga spelen. Ja, deze keer wordt hij ook heel erg verliefd, las ik. En er gebeuren allemaal dingen in het bos en ontploffingen en rook en ja, laat mij mijn opa Weerwolf doen weer. Bente van der Brand. We weten nog niet helemaal precies welke rollen we allemaal gaan spelen, maar ik geloof dat het een heks wordt. En volgens het boek gaat ze ook vliegen op een bezemsteel, dus ik hoop het echt. Ik ben Pascale Langhorst. Ik mag bij deze aansluiten, de ervaren garde. Wij zijn maar met 4 volwassen acteurs, natuurlijk 2 kinderen. En het leuke is met een kindervoorstelling, het is iets anders natuurlijk met de volwassenen, dat er ook een interactie altijd is met het publiek. Kijken van het publiek aan, we praten ook tegen ze, ze mogen terugroepen, meezingen. Ja, meezingen, dat deed ze bij de vorige Dolfje ook echt, ja. Het wolvenlied. Vorige werd Dolfje dus, ontdekte hij dat hij een weerwolf was. Ja. Steeds, dat hij dat werd. En nu weet hij het, maar nu gaan we door in het verhaal. Het wordt heel spannend, het wordt een beetje romantisch, het wordt sprookjesachtig. Er komt heel veel magie, tovenarij, ontploffingen, rook. Ja. Hij toverdrank. Uitdagingen genoeg dus, ja.